Op liefdesgebied is de keuze voor Amber al snel gemaakt. De meeste mensen kijken naar de ogen, maar ik kijk toch vooral naar tanden. Ik doe namelijk tandheelkunde, dus ik hoop wel dat zijn tanden een beetje oké zijn. Hallo. Hoi. Dag. Hi. Amber. Ik heb één lange relatie gehad van ongeveer 3,5 jaar. En ja, ik ben nu 20, dus ja, het begon op mijn 15e tot op mijn 19e. Dus ja, nu zijn we een jaar verder. Doe maar gewoon een biertje eigenlijk. Is goed. Ja. Ja. Yes. Merci. Waar kom jij vandaan? Uit Nijmegen. Het immer zo'n mooie Nimwegen. Ja, hè? Ja, ja, ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Noord-Limburg. Kun je misschien een beetje horen. Maar... Ja, een beetje. Maar ja, dat hik toch wel tegen Nijmegen bijna aan. Ja, precies. Thanks. En wat doe je zoal? Gewoon vrije tijd. Wat vind je leuk om te doen? Ja, vooral met vriendinnen afspreken. En ja, ik ben heel erg fan van The Voice. The Voice? Ja, The Voice, ja. Zou je mee willen doen? Nee, totaal niet. Waarom niet? Ik heb wel een karaoke-installatie thuis, maar... Vet. Ik zou niet op een podium meer staan, nee. Wat is jouw nummer? Mijn nummer. Ja, iedereen heeft een nummer met karaoke, toch? Ja, ik doe altijd ook op de piano speel ik altijd Lady Gaga met Million Reasons. Die is wel echt heel nice. En dan ga jij dan? Ja, dan ga ik gewoon helemaal, helemaal leuk. Omschrijf eens nou een leuke gozer. Een leuke gozer? Sportief type. Ja? Ik zal een beetje van voetbal houden. Zo ben ik ook een beetje opgevoed. Dan is het VVV of? Ja, ook. Ook fan van Ajax. Oké. Okay. Ja? Dus dat. Ja, eind over de gekste. Nou, maak je borst maar nat, Amber, want dit is Ruud. Ik hou van voetballen, dingen met mijn vrienden doen, festivals, uitgaan. Ja, alles leuk en aardig, maar Ruud zou ook wel gewoon een leuk meisje willen. Als ik nou met iemand wil knuffelen, doe ik dat met mijn hond. Kijk, hi. Daar is hij. Dag Ruud. Hi. Mijn relatiegeschiedenis is niet heel moeilijk. Ik heb één keer een relatie gehad van een paar maanden, maar voor de verder is het eigenlijk gewoon een beetje... Aanklooien, kan je wel zeggen. Je mag even hier plaatsnemen. Dankjewel. Hi. Hoi. Hoi, ik ben Ruud. Hoi, Amber. Hoi, waar kom je vandaan? Uit Nijmegen. Nijmegen? Ja, ik uit Noord-Limburg. Maar, ah, oké. Okay. Ja. Niet helemaal te horen, maar... Nee, niet? Nee. Ook wel? Jawel. Oh, ja? Ik waar kom je vandaan? Eindhoven. Ja. Eindhoven. Oh, nice. Ja, de kleur van de pak viel wel een beetje op. Maar ik vond het wel gewaagd en wel leuk eigenlijk. Ja, ze had wel een leuke lach. Hoe ze uit de ogen keek. Gewoon heel de uitstraling was wel lekker positief en energiek en ja, hou ik al van. Lust wel een biertje. Ja? Ja. Gaan we gewoon lekker bier drinken, toch? Zeker. Goed zo. Maar wat doe je in het dagelijks leven? Werk je, school? Werk en studeer. Oh, allebei? Ja, okay. Ik studeer tandheelkunde. Ja. En ja, ik werk dus sinds kort bij de GGD als tester. Oh, lekker. Ja, ja, precies. Lekker een beetje stokjes steken. Ja, het is heel chill eigenlijk. Ja, ik ben niet zo'n fan van testen eigenlijk. Oh, ben je geen fan? Als het in mijn neus gaat, dan krijg ik meteen van die tranenogen en ja... Nee. Ja, hoort erbij denk ik dan. Ja, toch? Ja, en wat doe jij? We hebben het ervoor over. Ik werk bij de supermarkt in Eindhoven en doe ik 40 uur in de week. Daarna studeer ik ondernemerschap en retail management, sluit bij mijn werk aan. En, mm-hmm. Om zo door te groeien uiteindelijk. Naar, oh, zo. Ja, dankjewel. Wil je iets in de supermarkt worden of... Een manager of zo? Ja, dat is wel het doel op dit moment. Mm-hmm. Uiteindelijk gewoon een eigen filiaal krijgen. En, ja. Proost. Yes, cheers. Maar doe je verder iets qua sporten en zo? Of? Ik doe voetbal, een vriendenteam tegenwoordig. En, in Eindhoven? Alles in Eindhoven. Alles in Eindhoven. Ja. Doe je voetbal al lang? Al heel mijn leven. Heel sinds leven. Dat ik 6 ben of zo, denk ik. Ja. Oh, nice. Altijd bij dezelfde club ook. Dus ja, het is wel leuk dat je daar iedereen kent. Ja, bij DBS, dat zegt je alvast niks. Nee, gewoon iets in Eindhoven is dat. Ja, dat is gewoon een voetbalclub. Oké. Okay. En ben supporter van PSV. Ja? Ben supporter van PSV. Oh ja, krijgen we dit geval. Ja, dit is echt... Hoezo? Sorry, mijn Ajax-fan. Nou, zullen we naar huis gaan? Hoe erg ben je Ajax-fan? Nou, ja, ja. Zullen we het gewoon het onderwerp ons laten? Niet iedereen heeft verstand van voetbal, hè? Dus kan je ook niks aan doen. Nee, ja. Ja. Bij ons thuis is gewoon iedereen voor Ajax. Ja, dan heb je niet echt een andere keuze, hè? Mijn tante is ook voor Ajax en daar kan ik ook mee opschieten, dus... Nou, oké, okay, top. En mijn nichtje is ook heel erg. Nee, ik ben ook voor VVV Venlo, hoor. Dat is al iets beter. Ja, bijvoorbeeld zelf PSV staat in de Europa League tegen een andere random club. Dan ben ik voor PSV, weet je wel. Het is gewoon Nederland, weet je wel, gewoon prima. Maar stel, Ajax-PSV moeten tegen elkaar, dan is wel duidelijk de keuze. Ze zegt dat ze geen problemen heeft met PSV, dus dat valt mee, maar
Ja, dat is wel een dingetje. Moeten we nog even over praten. Nou ja, kijk je vaak thuis voetbal? Ja, eigenlijk probeer ik wel alles te volgen. Mm. Maar als ik moet werken of zo. Eredivisie, ja. Of ook Champions League en zo? Alles. Als mensen huis kijken ook, kreeg het wel gewoon Champions League. Gewoon, ja, die vrouwelijke huisgenoot van me. Ze vindt het wel leuk om voetbal te kijken, maar het is niet dat hun het voor de wedstrijd naar mijn kamer komen. Nee, snap ik. Maar ja, als Ajax dan moet, dan wordt wel pizza besteld of zo. Zijn ze allemaal van Ajax daar? Nee, dat niet. Ja, jawel. Ja. Zo. Smaakt goed. Ja? 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 Ben je blij? Deze is ook gezellig. Jij is ze leuk? Volgens mij wel, toch? Mm-hmm. Is een beetje je type? Wel. Ik vind het vooral fijn dat ze gewoon spontaan is en er zelfs is. En gewoon... Ja. Kan ik goed mee praten. Leuk. Hey! Hey, tijgers! Ja, goed hoor. Is het leuk? Ja, dat is eigenlijk wel gezellig. Hoe ziet het eruit, schat? En hebben jullie een beetje raakvlak ook? Jawel. Ja? Zoals? Alleen, ze is wel voor Ajax. Waar ben jij voor dan? Ja, PSV. Voetbal. Wat? Voetbal. Ja, alleen hij komt uit Eindhoven, is voor PSV. Wat een grap. Oei. Oei, een beetje jammer. Is hij een beetje leuk? Wat? Is hij een beetje leuk? Ja, hij is wel heel gezellig, maar ik weet niet of er echt potentie in zou zitten. Oké, maar ik ga weer naar mijn date. Nou, spannend. Ja, zeker. Veel plezier met je date nog even. Ja, dankjewel. Ja, en het maakt niet uit, hè, voor wie ze is. Ja, weet je wel, hè? Maar, waar zie je jezelf over 10 jaar of zo? Dan ben ik 31, bijna 32. Ik wil sowieso mezelf wonen dan natuurlijk. Mm. Hoop samen met iemand anders. Kinderen over 10 jaar. Kan wel. Kan wel, maar... Net wel, net niet. Jawel, nee, ik wil wel kinderen. Maar ik weet niet of ik dan daar aan toe ben. Het ligt een beetje aan de situatie natuurlijk. Nee, ja, tuurlijk. Wil je kinderen? Ja, als ik kan wel, maar ja. Hoeveel? 7 of 8? Ja, een stuk 5 of 9. denk 2 of 3. Ja, ik ook. Een hond wil ik ook wel. Ja, hond leuk. Of katten? Ja, nee, geen katten. Gelukkig maar. Heb je een hond? Nee. Ja, gewoon een beetje zielig, denk ik dan. Van, mijn ouders werken allebei. Oh, en ze zitten de hele tijd thuis, ja. Mm. Ik zou graag een hond willen, maar... Nee, joh. Wat zielig. Jij wel? Echt? Oh, leuk. Leukste beest ter wereld. Echt? Wat erin is het? Het is een kruising tussen een poedel en een cocker spaniel. Zo groot ongeveer. Oh, nice. Ze heet Suus. Oh. Het is echt een schat. Oh, wat leuk. Als het aan mij ligt, kunnen we elkaar nog wel een keer in een andere setting zien. Graag of niet? Graag. Wel. Yes. Het mag weg. Alsjeblieft. Yes. Nou. Ik zou hem graag willen betalen. Als jij er ook in bent. Ja. Hoi. Hey. Ik wil hem echt splitten hoor. Als je... Nee, ja. Zeker? Vind ik leuk dat je dat zegt. Ja. Maar ik zou hem graag betalen. Oké. Okay. Bobette van de Waarheid. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Yes. Oh. Dames eerst. Ja, zal ik beginnen? Ja, ik vond het wel heel gezellig met je. Ook wel leuke gesprekken gehad. Maar ik voel niet echt de romantische klik of zo. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. We hebben het al gezellig gehad en we hebben goed kunnen kletsen, maar... Het was er niet helemaal, zeg maar. Nee, precies. Nee. Ja. We zijn wel een ervaringrijker, dus... Ja, precies. Yes. Nee, het was wel een leuke ervaring, ja. Yes, zeker. Ook.